Wanneer krijg je een lach als iedereen hard tezamen lacht? Dus om duur zeggen, ik maak alleen maar grappen over seks, over liefde, over mijn vader, over mijn moeder, over mijn notto, over de keuring, over de GB. Allee. In het begin denk je dat je een groot artiest bent, zo, een grote kunstenaar, zo, nog nooit niet meegemaakt in Wiezen. Ik kom op tv en wauw, zo in de boekjes en zo, en wauw, en de mensen herkennen me. Dat is oké, dat geeft wel ergens een goed gevoel, soms, maar op een bepaald moment komt het de constatatie dat je een luchtverkoper bent. Mijn mening is dat je een vakman bent, dat je slechts een entertainer bent uiteindelijk. Hè. Dat je zeker geen kunstenaar bent. Je kunt dat wel proberen, maar dat gaat een klein publiek aanspreken. Ja, maar je wilt toch wel die superster zijn dat zijn publiek kan entertainen. Als je dat blijft in haar kop steken van ik ben de superster, dan dat loopt verkeerd af, denk ik. Raf Koppes, stand-up comedian, toen de term in Vlaanderen nog moest worden uitgevonden. Veel geploeter later werd Raf een van de allereerste Vlamingen die kon leven van zijn grappen. Niet slecht voor een dorpsjongen uit het katholieke Wiezen. Noem Raf dus gerust een pionier die tientallen shows later nog steeds even scherp fileert als 30 jaar geleden. Misschien iets te scherp voor de hedendaagse media, die de koning van de krachtige one-liner liever doodzwijgen dan het risico te lopen dat hij de boel weer tot leven reanimeert. Een gesprek met een herrieschopper. Want jouw ouders zijn zelf niet echt, of begrijpen jouw werk niet echt goed, dacht ik dat ik jou ooit had horen zeggen. Begrijpen, maar die mensen komen uit een andere tijd. Hè. Dat zijn ook, dat waren bloemisten, hè. Dat waren boeren eigenlijk. Hè. In Wiezen dan nog, hè. Pas op, Wiezen dat is 2.000-3.000 inwoners. Dus mijn vader ging rond met de schaal. Ik moest naar het college gaan en zo. Dat was allemaal geïndoctrineerd door de kerk natuurlijk. Hè. En in die tijd, humor dat was compleet afwezig, dat bestond ook eigenlijk niet. Ik weet, in mijn jeugd was ik bij de Giro in Wiezen en daar hadden we ook elk jaar op. En in plaats van die klassieke sketchjes, die kijk ook zo, als er dingen over de plaats, slechte mensen, zo, dat een burgemeester lief had, en dat was ook al met poepen en zuipen. Allee, zo, met al die woorden, dat zo, wat iedereen van zegt, dat zegt het toch niet. Ja. Dat is misschien een afwijking, zo, maar ik vind dat leuk, zo, van, dat ze dingen openbaar te maken. Toen was ik 18 jaar. Hè, dus, want nu kunnen we me choqueren eigenlijk. In die tijd, ja, in Wiezen, een dorp van 2000 inwoners, als je toen zoiets zei, dat een helft van de parochie tegen. Hè. Mijn vader die in 3,5 jaar niet buiten komen, omdat zijn zoon zulke dingen zei. Of als er zo'n vrouw was dat met 3, 4 gasten had geslapen, zo, dan maak ik een drukke lieken over. En ik zei dat met naam en toenaam allemaal. Hè. Dus, dat was eigenlijk ongelooflijk. Ik vond ook dat je dat moet doen, want dat wordt allemaal gezegd. Allee, op café wordt dat gezegd en de mensen onder elkaar praten zo van dat is een oer en dat is een zuiper en dat is een schoemelaar en dat is een janbenkloten. Dat wordt dan wel allemaal gezegd, maar als je het dan op een scène zegt, dan komt de hypocrisie van het dorp boven, van dat kan toch niet en dat. Ik heb me gisteren gestudeerd, ik ben op mijn 18 jaar gaan studeren voor ingenieur. Omdat dat moest van thuis? Ja, een beetje onder druk, hè. Achteraf bekeken was dat wel onder druk, ja. Zo de jaren daarna was het toch wel wat moeilijk. Zo. Toen dat bleek dat ik in die sector van die bouw wel, hè, niet echt aan de bak geraken, dan begonnen ze toch wel tegen te worden. Van nu moet je toch mee stoppen met dat optreden, want je gaat nooit een deftige job vinden en dit en dat. Zo. En wat zeggen uw ouders daar nu van? Zo, voor dat soort mensen, dat is ook zo, als er geld mee te verdienen valt, zijn de goeie. Hè. Ja, vanaf dat je het kunt commercialiseren. Ja. Die hebben er totaal geen mening over wat ik doe. Is dat slecht? Is dat goed? Is dat... Maar ze zagen u liever als ingenieur. Waarschijnlijk wel, zeker, ja. Maar als je dan op VTM komt, godverdomme, dan verschoten ze toch wel even. Bij vrienden ook, hè. Ik vind dat eigenlijk erg, maar kom. Het is wel zo. Als je op tv komt, dan zijn het precies een goeie. Terwijl er meer losers op tv rondlopen dan in het echte leven, hè. Dus, maar, en die verschoten er ook van. En als ik dan zei, die bedragen dat er mee gemoeid waren, dat je ermee verdiende en zo, dan was het helemaal geaccepteerd, natuurlijk. Maar is dat dan ook niet de middenvinger van... Kijk, je hebt mij altijd nog een ozelaar gevonden, maar nu sta ik er wel. Maar ik begrijp, de mensen, of mijn vader of mijn moeder, willen dat allemaal, ja, die willen een goede toekomst. Zo, maar, ja, maar die mensen zijn ook maar opgegroeid in bekrompen, beperkte kring. Zo, die weten dat ook allemaal niet, hoe dat leven van een 20-jarige... Dat is allemaal anders. Hmm.
Je moet je geluk zelf zoeken. Hè. Dat is, want die mensen menen het goed, maar dat is natuurlijk het ergste van allemaal. Mensen die het goed menen, dat zijn die mannen van Al-Qaeda en van die IS, die menen het waarschijnlijk ook allemaal goed. Ondertussen van er wel slachtoffers natuurlijk. Hè. Ondertussen zijn ze wel misschien mentaal kapot gemaakt, gelijk als in mijn geval. Dus dat alleen mensen dat goed menen, ik vind, dat is ergens te begrijpen. Zo. Zeker vanuit die bekrompen middenstanderswereld is dat een begrijpelijke reflex natuurlijk. Maar dat heeft mij wel gesterkt om er... We moesten misschien in de watten gelegd worden van een jongs af aan van de 16 jaar. En dan ze gezegd van, doe dat maar. En je krijgt van mij een micro. En ik zal plaatsen gaan zoeken op te treden. Dan gaat die drive misschien zo hard niet zijn. Mm-hmm. Terwijl nu, hoe meer tegenwerking, hoe meer drive achteraf. Hè. Mm-hmm. Maar ik heb altijd geweten vanaf mijn 18 jaar al van, ja, wat ik ga doen. Of hoe dat ik ben. Met mijn uitstraling, mijn stem. Dan weet ik sowieso dat gewoon nooit iedereen goed vindt. Dan bereik je nooit het niveau van succes van Urbanus of Geert Host. Of, daar heb ik me al bij neergelegd. Maar ik ben er wel van overtuigd. Wat ik doe, er is wel een publiek voor. Waarom Ecluso sportpaleizen vol? En de mensen of zo bijvoorbeeld niet. Ecluso, dat is een mainstream gast. Dat is een leuke gast. Een extraverte P. En daar kan 3/4 van Vlaanderen zich in vinden. In Koen Wouters. Maar eigenlijk als de mens, die schrijft goede teksten en zo, dat is intelligenter. Zo, dat is, maar die ziet er ook al lelijker uit dan Koen Wouters. Ja. Dus die kan nooit dat succes halen, dat bestaat niet. Ik kan nooit ook succes van Geubels halen, maar ik heb niet de uitstraling van Geubels. Hè. Dus alles hangt ook wel samen met... Ja, met de persoon dat je bent, met de uitstraling dat je hebt. Dat hangt enorm veel met samen. Oh, ja, maar ik heb dat vroeger ook al gehad, zo van, je komt binnen ergens en ze moet nu niet hebben. Je gezicht staat nu niet aan. Zo simpel is dat bij de mensen. Uiteindelijk is dat een job, hè, wat wij doen. Dat heb ik ook al gemerkt laatst. In het begin denk je dat je een groot artiest bent, zo, een grote kunstenaar, zo, nog nooit niet meegemaakt in Wiezen. Maar uiteindelijk, je zegt een vakman gewoon. Hè. Want wat doen wij uiteindelijk? Dat is gewoon voor mensen gaan optreden en die mensen aan het lachen brengen. En dat is juist zelfs als iemand die ergens de plong gaat repareren, of een loodgieter die een wc komt repareren, zo, die mensen helpt uit nood en wij geven de mensen een avond gelach. En dat is ons trucje dat wij kunnen. En al die romantische bullshit er rond. Ja, dat heb ik nu al achter mij gelaten. Zo. Dat was wel in het begin zo van, wauw, kom op tv. En wauw, zo in de boekjes en zo. En wauw, en de mensen herkennen me. Oké, dat geeft wel ergens een goed gevoel, soms. Maar op een bepaald moment komt het de constatatie dat je ook een luchtverkoper bent. En dat je... Maar jij toch niet? Jij neemt nooit een blad voor je mond. Je hebt citaten in boekjes dat je alles en iedereen met de grond gelijk maakt. Dus... Zoveel bullshit hangt er bij u dan toch niet aan, heb ik het gevoel. Ja, soms is dan ik er misschien diepgravender, ja, dat kan, ja. Maar dat is de eerste vereiste niet van als ik optreed. Als ik optreed, moeten de mensen geënterteind zijn, gelachen. En als ze iets meegenomen hebben, ga ik als schijn nu bijvoorbeeld, dat zetten we de laag die eronder ligt. Dat probeer ik ook altijd. Allee, ik voel me ook eigenlijk een beetje een artiest, een beetje kunstenaar of zo. Dat steek ik er altijd bij. Maar in eerste instantie moet dat huis er wel staan. Mm-hmm. Voordat je kunt spreken of dat mooi is of lelijk en zo. En dat is dat bij ons ook zo. Wij moeten zien dat onze show recht komt. Dat de mensen vooral een goede avond gaan hebben. En dan, als er gelachen is, een goede avond, kunnen we discussiëren over het inhoudelijke aspect, over het vormelijke, of ik vond dit en ik vond dat. En, ja. Oorzaak van veel depressies is de maatschappelijke golf van macht en praal. Samenleving is snel en oppervlakkig geworden. Ja, heb ik dat gezegd? Ja, ja maar ik zie van alles in het moment. Hè. Ik denk, deze tijd moet hier volgeluld worden, dus ik ga nu dat zeggen en dan dat... Maar dat vind ik toch ook soms straf. Soms is dat het leven. Gewoon wat lullen, niet oprecht zijn en gewoon zeggen omdat dat in het moment goed aanvoelt. Ja, ik had dat vroeger bij Morrissey ook, of het grote Morrissey of R.E.M.-interview, zo 5 bladzijden in humor, dan denk ik, nu kan ik er weten, ben ik goed. Maar als je dat dan 2 keer las, dan zeg je dat die gast eigenlijk zijn eigen ontegenspreken was. Dus die gast is gewoon show, die is gewoon zijn eigen... Dus ten opzichte van de intellectuele iemand verkopen, door interessante praten vertellen en zo... Maar die weet dat ook niet. Die zijn ook maar de boel aan het volhullen. Zijn. Heb jij soms het gevoel dat je als artiest een hoer bent? Ja. Ja, absoluut, ja. Want je wil dat in eerste instantie die avond redden. Hè. Misschien met een NVA toch iets rechtser klap vertellen. En dan bij de CD&V misschien toch iets meer over gepensioneerden. En er zijn nog 10-20% in Vlaanderen dat gevoel voor humor heeft. Dat eigenlijk echt vat wat dat is. Dat het eigenlijk rock en roll is. Dat je mocht kletsen naar alle kanten. Maar de mensen hebben dat niet. Als mannen zeggen... Tegen mij, die vond ik goed. Maar dan weet ik waarom dat ze dat zegt. Omdat je een achterlijk in de biel zit en in feite niks snapt van comedy. En ik er wat mopjes stappen voor Magie de Blok en over een moslim en over iets dat jij snapt. Maar jij bent niet slimmer, dus jij vindt dat goed. Dus. En als ik morgen een andere show kom over diezelfde gasten en ik begin dan mop te tappen over,
over iets andere dingen die hem niet interesseren, over voetbal, over atletiek en zo, dat had diezelfde gast in die kop, dat vond ik toch niet goed. Het is zelfs gemakkelijk om grappig te zijn, hè? Als je bij het Vlaams Blok gaat optreden en je begint door racistische moppen te tappen, ja, dat ga je zo een optreden nemen. Toch ons allemaal zeggen, dat was goed. Hè? We beginnen daar moppen te tappen over armen in de samenleving en over hoe moeilijk dat vluchtelingen hebben en zo. En, ja, dan zou het slecht zijn. Ik bedoel, zo zijn 80% van de mensen dom. Die bekijken alles vanuit hun standpunt. Ik zou dat heb zo'n keer een gast gehad die mij zei, ja, moet ik een smoel trekken of moet ik een hoedje opzetten? Je bent bijvoorbeeld bezig over Samson en Gert en je zet daar een pruik op van Samson en Gert. Dat gaat dat sketch meer cachet geven, dat gaat er nog de humor... Nee, kom maar. Want dan weet je, ja, die gast had er niks, want dan heb ik niks van begrepen. Hè. Dat op zich is al comedy. En als je dat zegt, maar ja, wat moet ik zeggen dan? Daar zouden we iets moeten over schrijven. Zo'n gasten naar u komen en u willen coachen in het comedy zijn. Dat is de waanzin. Dat is echt de waanzin. Maar ja, wat moet je daarop zeggen? Maar ja. Zo zijn er veel, dat kan ik u wel beloven. Dan, ja. Ik kan ook perfect bij de humor gaan optreden of voor de lezers van de morgen verdrukken. En dan zal ik een wat moppen maken tegen het Vlaams Blok en tegen Trump en tegen de Wever en zo. Maar dan zeg je, dat was goed. Maar dat is nu eenmaal, dat zijn de frustrerende feiten waar je moet bij neerleggen. Dus ik heb geen mening meer. Als ik je mening geef voor de juiste mensen die u kennen, dat is simpel, hè. Die gaan altijd plakken. Maar probeer een keer voor een gewone Jan Modaal grappig te zijn. Met jokes, met gezichten, met iets, dat is moeilijk. Maar dat is een eeuwenoud zeer zo. Als het grappig is, hè, dan, dat genereert het minste respect. Dat lijkt het gemakkelijkste wat er is. Dat is bij Gaston en Leo was dat ook zo. Hè. Die hebben de mannen ook geen respect gehad tot alleen maar de laatste 5 jaar van hun leven. Toen Jan de Kleerneke zei tegen Gaston, je mag meedoen met een film. Toen was iedereen de intellectueel Warnuk voor Gaston. En toen was dat plots een grote artiest. Maar die mens was toen al 60 jaar bezig zo, met overal op te treden. Dus, humor is in wezen niet simpel. Hè. Dus, dat moet zeker niet geïntellectualiseerd worden. Nee. Meestal praten mensen liever zelf en wat jij dan zegt is een onderbreking van hun monoloog. Door uw gezicht. In het dagelijks leven kom ik hier toch niet veel tegen die empathisch zijn. Dus, het dagelijks leven is dat oppervlakkig, hè? Over koetjes en kalfjes. Hè? En dan zijn ze verbaasd dat hij een zelfmoord heeft gepleegd. Dat, ja, tuurlijk. Je babbelt nooit door met de mensen. Je gooit nooit uit de kern van de zaak. Zo, je zit dat mee bezig over je eigen en oppervlakkig. Dan moet je niet verschieten dat er een keer iets gebeurt, want de andere mensen interesseren je niet. We zijn al zo ver gekomen dat je moet mensen betalen, 40 euro per uur, om naar u te luisteren. Dat je dat op café bent, dan kan dat meer kunt, iemand die naar u luistert. Want nee, wat dat zal altijd doen, jij zegt iets en dan zeggen zij iets wat dat zij ook meegemaakt hebben, maar hij wil te maken met wat dat gaan vertellen, maar het gaat over hun terug. Zo. Ja, absoluut. Ja. Had jij veel vrienden? Vrienden? Wat is iemand dan een vriend verstaan, hè? Ja, zo gast niet elke dag bellen of zo, dat heb ik niet. Ik heb te veel met mijn eigen bezig doorvoer, denk ik. Wel met mijn eigen werk. Ik vind mezelf een interessantere gesprekspartner dan een vriend of iemand anders. Als ik nu even nadenk over die stickers verkoopt van het Rode Kruis aan het Kruispunt, dan heb ik binnen de kwartier wel een interessante gedachte erover. Dat je met op café nooit gaat hebben. Ja, op café dat van diezelfde gesprekken zo, dus dat wel tegenstikt. Dus. Ze zeggen wel eens, in Vlaanderen is er ook een rol. Eerst voor het publiek staan en dan thuis een afwas doen. Dat is wel iets lastig waar je moet kunnen mee leven. Dan sta jij er zelf voor de Comedy Cup en je wint dat. Voor 1000 man. Hè. Dat is beter wel even. Hè. Ik ben hier niet een ozel over doen. Maar dan, dag nadien, moet je terug gaan werken. En daar staat in school in het ateneum van Aalst voor 20 gasten. En dat is dan zo terug in de grauwe realiteit. Die magie moet er wat verdwijnen, want anders word je zot. Allee, als je elke keer zwevend van het podium moet komen, dat is geen doen. Maar dat is niet gemakkelijk. Hè? Dat is niet... Maar waar? Ik denk dat sommige mensen erin blijven... Ik kan veronderstellen dat sommige artiesten er blijven in leven, omdat dat ze dat niet kunnen plaatsen. Dan moet je dat veel gasten drugs pakken, hè? Voor die kicks aan te houden. Hè? Maar hoe zou je dat omschrijven, die kicks? Of dat zot worden, van waar komt dat dan? Maar dat is een extreme vorm van liefde, denk ik, zo, wat er door gebeurt. Als je er staat en je wordt aanvaard en er wordt gelachen en je krijgt applaus, dat is toch een extreme vorm van liefde. Zo. Maar dat is niet gemakkelijk. Bijvoorbeeld in Alex Agnew, dat in het Sportpaleis staat, die 4 keer achter elkaar voor 20.000 man. Zo, en dan komt hij thuis en die klein ligt er te blijven of die vuilzak moet buiten gezet worden. Ja, dat is enorm confronterend. Zo, dan ga je dan terug met je voeten op de grond komt. Zo, en dan besef je wel dat je een gewone lul zet. Lekker als iedereen. En dat is maar goed leuk. Ja. Want uiteindelijk wat je er doet op dat podium, dat is ook maar een kunstje. En met hard te werken wordt dat goed en komt er veel volk naartoe. En
Maar dat is ook maar dat, hè. Ja, maar je wilt toch wel die superster zijn dat zij publiek kan entertainen. Ja, maar dat is een verkeerde insteek, denk ik. Als je dat blijft in haar kop steken van ik ben de superster, dan dat loopt verkeerd af, denk ik. Dan raak je aan de drank of aan de drugs of weet ik veel. Of voor de zot of voor depressief of weet ik veel. Maar... Omdat je doorkrijgt dat je die superster eigenlijk niet bent. Ik denk dat alle groten dat ik zo zie zijn, een Toet Stielemans of zo, die ziet zijn eigen als een arbeider. Oké, ik speel muziek, ik kan dat goed, ik ben er wereldtop in en ik heb er plezier aan, maar dat plezier zit toch in dat spelen altijd, hè? Niet in het feit van wauw, ik ben een superster. Dat wordt dus zot zo en dan begin je drugs te nemen voor die kick, want die kick gaat weg. Hè? En sommige mensen willen in die wereld blijven leven en die beginnen dan drugs te pakken of te gokken of een andere verslaving. Dus, je bent 20 jaar getrouwd, je moet die vuilzak buiten zetten, je moet die kleine zijn pamper verversen. Ja, je moet aan mails ophalen, je moet de brievenbus liggen maken, dat is de realiteit. Zo, en dat is voor sommige mensen dat niet te harden. En die beginnen dan te drinken of drugs of hoogverslaving, dat er toch wel een beetje opwinding is in hun leven, dat er toch een hogere roes is. Je hebt in het gevangen van Dendermonde gespeeld, kan dat? Ja, dat zijn ook wel gewoon mensen. Hè. Maar dat heeft veel zin in mijn geval, omdat ik stand-up comedy doe, ze snappen dat niet. Omdat in het gevangenis steken veel mensen van een andere taal, die andere taal spreken. Hè. Dus niemand was aan het lachen? Nee, maar ja, die mensen zijn meer geïnteresseerd in een damesgroepje. Zo, hè. Dus, okay. K3 was er toen en Vanessa Shinitor. K3 was ook in dat gevangen aan het optreden? Ja, dat was een van de eerste jaren dat K3 optrad trouwens. Ik heb het wel gedaan in het gevangenis van Oudenaarde, dat is maar een jaar of 2-3 geleden. Want Hans van Temse zat er dan ook. Oké. Okay. Die heeft mij een techniek gedaan, zo trouwens. Hans, dat was uw techniek. Ja, maar nee, Hans van Temse is daar, heeft daar al een graad hoger dan de gewone gevangenis. In de gevangenis van Oudenaarde zat hij. En die moest aan mijn geluid goed zetten. Ik zeg, Hans, een beetje meer bas. Hans, een beetje minder lage toon. Hans, kom. dat is surrealistisch. Maar ik denk dat niet. Op die moment is dat een normale gast, hè. Dat is maar achteraf dat je denkt, tja, dat is toch wel raar. Maar er zitten nog gasten voor u die moorden gedaan hebben. Hij is niet alleen. Hè. Mm-hmm. Meneer, hoe lang zit hij in het gevangen? Hoe lang moet hij? Nog 20 jaar. Hoor. Dan heb je toch een en ander uitgestoken. Zo. Dus, een vrouw doodgestoken of zo. Allee, zo. Lachend zo op een manier dat wel klopt. Zo. Niet zo hard als ik het nu zeg, maar ik vond dat wel raar. Zo. Als je in conversatie gaat. Maar als je dat in een show doet, gaat dat wel. Hè. Als je individueel zou dat niet durven. Maar in een show... Dat is ook de kracht van het podium, zodat je dan eigenlijk wel meer durft en meer kunt dan eigenlijk in het echt. Dus, en als je dan een mop maakt over de gevangenisdirecteur, over de bewaker, zo, dat impotent is en dat je geen vrouw kan krijgen, maar dan heb je die gasten mee. Ah, ja. Die gevangenen, die gaan uit hun dak, zo, als je dan lacht met gezag. Zo, en zo. Is dat ook niet rock'n'roll, inderdaad, van als je dan in een gevangenis speelt, je gaat hebben over dat personeel, ja. Om eigenlijk een van de criminelen te... En dat wordt een van de criminelen eigenlijk, zo. Dat wordt de één met die gasten. En ze simpel, ja... En zeggen dat eten op niks trekt en zo, en straks gaan we gaan eten en dat bed dat kraakt hier langs alle kanten en zo. Ja, en je hebt zelfs geen ruimte voor te roken. Hè. Straks moet je op straat nog buiten een sigaretje gaan roken en zo. Want die moppen en zo. Hè, dan, ik steek dat in mijn achterzak zo en dat komt er zo uit. Zo, dus, Vanaf dat je op VTM komt, kan ik mij voorstellen dat je ook een van de VTM-familie bent. Dat vind ik allemaal niet erg. Zo. Ik kreeg dat wel carte blanche op VTM. Hè. En dan mocht je doen wat je wilt. Zo. Dus ik had die bazen erachter mij. Er is er nooit iets uitgeknipt van die dingen allemaal. Dat is allemaal rechtstreeks op antenne gekomen. Zo. Maar ik begon wel een beetje tussen twee stoelen te vallen op die moment. Zo. Dus de echte VTM-kijker vond dat wel raar. Die dachten, dat gaat toch wel ver, dat is toch wel grof. Gemiddeld, als je de kotmadam gewoon zet en HTND en zo, leek dat toch wel grof. Mm. En dan voor de VRT-canvaskijker was dan precies te plat, want het kwam op VTM en zo. Dus met het gevolg dat ik eigenlijk die linkse pers een beetje tegenkreeg, of die mannen lieten me toch een beetje vallen op die momenten. Maar hebt u nooit bijvoorbeeld een sell-out gevoeld? Wat nu? Nee. Dat zie ik mij bij de VRT niet te gebeuren of zo bijvoorbeeld. Dat ze tegen mij zeggen, of koppels komen, je mocht hier... Doe die in een eindjaartje en je mocht zeggen wat je wilt. En waarom zou dat bij de VRT bijvoorbeeld niet kunnen? Misschien kan dat wel, maar je moet dan iemand hebben boven u, liefst de grote baas. Die achter u staat en die u carte blanche geeft. Dat moet dan een stand-up comedian wel geven, want anders... Als een stand-up comedian een keer in de laatste show komt, of die komt bij Café Corsario, of hoe noemt die show, de Van Gils en zo... Mm. Ja, dan is dat wel... Ja, we zijn naar uw show geweest en we hebben dat gezien, en kun je dat misschien een keer zeggen, en kun je dat vertellen. En als je dat woord wil weglaten, en dat woord... En dan denk ik, jong, ik kom niet serieus. Het moet zo voor de grote massa zijn. Er zit zo onder druk van die kijkcijfers en zo, dus dat moet allemaal... Dat staat allemaal onder druk van kijkers, hè, van... En van geld, hè. Uiteindelijk komt het allemaal op geld neer. Hè. Kijkers betekenen reclameinkomsten, en reclameinkomsten betekenen geld. En te weinig geld betekent
geen programma en genoeg geld betekent wel een programma. Dus moet er eigenlijk van door marketeers ingegrepen worden, marketeers die denken te weten wat dat de kijker wilt, en die gaan dan mee bepalen hoe dat de show moet zijn en zo, dat er moet ingekort worden. Maar dat is ten nadele van de artiest, hè, van mensen die iets te zeggen hebben. Dus. En dan gaan ze liever een feel-good man, dan gaan ze liever een komiek vragen die er wel leuk uitziet, die wat goed kan babbelen, die niks averechts zal zeggen. Zulke gasten gaan ze vragen, want dat is leuker in tv voor de gemiddelde mens. En dat gaan misschien meer kijkers opleveren. Zo. Tegen als je Jongens van de Kastelen vraagt of zo, dan gaat Nels zeggen, oh, die en met andere, die moet weg. Of de Dekker of Van Rossum, of weet ik veel, of zo. Of een dwarsligger. Nee, dat mag niet meer. Dus, dat is het nadeel van ouder te worden, dat je alles ziet. Dat alles genuanceerd wordt, dat er niks is in de mens. Dan is comedy goed. Dan kun je een keer je laten gaan en met de voeten vooruit een keer een mening of een keer iets zeggen. Ik heb ooit bij Ben Krabbe gezeten, nee, samen met Bert Kruismans. Mm-hmm. Een jaar of 10 geleden. En die gast, dus die was in feite 3/4 van de tijd zelfantwoord. Door precies allerlei belangrijke dingen. Ja, dat moeten we nu naar daar. En dan, na een uur of twee, dan dacht ik, wat hebben wij nu in feite zitten doen? Dan hebben we misschien in totaal, Bert Kruismans en ik, misschien 5 minuten antwoord geweest. Allee, jongen. Ik zit niet zo graag aan een tafel, ook. Ik zit niet zo graag in een zetel thuis. Hè. Dus waarom zou ik dan op tv aan een tafel gaan zitten? Hmm. Zeker bij Van Gils, dan zit er nog een BV voor u. En zit professor Vermeers misschien nog naast u? Of zit Rick Torfs er naast u? En die hebben dan ook kunnen zeggen over wat jij zegt. Zo. Dat vind ik ook wel hatelijk trouwens. Waarom? Nee, dat kan ik niet verdragen, echt waar. Als ze mij interviewen, interviewen ze mij. Of interviewen ze u of iemand. Maar altijd die dat soort gezelligheid, zo, hè, van een tafel met 4, 5 gasten, zo, met wat bv's, met man die het goed kunnen uitleggen. Zo, dan, want dat zijn commercianten ook. Hè. Die verkopen hun eigen. En dat moet ook rekenen, als je daar 10 minuten in beeld komt, moet ik eruit rekenen wat dan een firma ervoor moet betalen om 10 minuten reclame te kopen op de VRT of op de VTM. Of zo, dat kost tienduizenden euro's. Hè. Dus die politieker weet ook genoeg, of die in Tors of gelijk wie, weet ook zo. Als ik 10 minuten aan het babbelen ben, dan heb ik 10 minuten reclame gehad op de Nationale TV. Dus dan babbel ik dat hier maar vol, hè, met een mening. Of die mening het doet of niet doet, dat maakt eigenlijk niet uit. En was dat ooit anders, of is dat altijd al zo geweest? Maar het is nu toch slechter, hè. Het moet allemaal rapper gaan. Hè. De diepgaande gesprekken, zo, dat begint toch wel minder te worden. Zo. Dan begin ik al heimwee te krijgen op de 7e dag. Zo, maar ik haat professioneel eigenlijk, ik vind dat maar een vies woord eigenlijk, dus zeker voor komieken. Zo. Als je ziet hoe daar ook een rol geëvolueerd is van de jaren 60, 70, toen kon alles en toen kwam dat vanuit een buik. Zo. Dat is nu ook een fabriek geworden met managers en marketeers. Ik vind dat er in Vlaamse stand-up comedy dikwijls nog meer ook een rol zit dan in echte ook een rol. Het is niet tegendraads of niks, dat heeft te maken met het feit dat ik zelf een oude zak ben natuurlijk. Maar kom, maar dat moeten we bewaren in de comedy, vind ik. Dat klein blijft, dat in het café blijft, in de clubs, voor 100 man, waar dat alles kan gezegd worden, waar dat tegen de schenen geschopt worden. Maar van het moment dat groter gaat worden, wat dat nu het geval geworden is, dat met een manager gaat, en met een boeker, en met een regisseur, en met een cultureel centrum en zo, en er komt 400, 500 man kijken en zo, dan is dat ook verloren. Hè. Dan is dat ook een product geworden, waar dat geld moet verdiend worden, waar dat een commercieel product is en zo. En wat dat over nagedacht wordt, van ja, dat gaan we wel zeggen en dat niet, want dan gaan we toeschouwers verliezen. Dus, hey, dat moet ook een rol blijven, dat vind ik belangrijk. Ook al zie ik eruit als een boekhouder, maar ik denk wel als een rocker zo, die alles zegt wat meent. Zo, want, like als alles wat dat vroeger van het proletariat was, van de gewone man, dat wordt ingenomen door de intellectueel en door de grote multinationals. Kijk naar voetbal, kijk naar rock en roll. Ik wil dat ze met comedy ook zo komen. Dat is allemaal begonnen, klein. Voetbal, dat was voor de amusement voor het werkvolk. Dan had je rock en roll. Dat was ook zoiets voor te rebelleren, voor mensen die geen uitlaatklep hadden. Ze. Dat is ook ingenomen door het geld en door het kapitaal. Ze. En de comedy, dat gaat diezelfde weg op zo natuurlijk. Want, we spelen voor volle zaal en we spelen... En het zat vol en zo, en dan krijgen ze een Samson en Gert gedoe, zoiets. En dan krijgen ze binnenkort, wordt dat door Studio 100 georganiseerd misschien, comedy. Maar dan gaan ze zeggen, dat moet toch een beetje goed zijn voor iedereen, het mag toch wat. Hè. En dan is het verloren. Vanuit die gedachten is het eigenlijk ooit mogelijk om langdurig oprecht dingen te doen? Of trouw te blijven aan? Moeilijk, hè, moeilijk. Want wat ik nu zeg, dat ook een rol, dat is ook maar een paar jaren vol dan. Hè. Dus,
Je de Kids of Oasis, zo die eerste twee cd's, Oasis nou, of Blur, of zo die eerste twee cd's, dat was er echt boem op. Die gasten zaten dan nog in een jaar, dat ze gingen gewoon doppen en zo. Dan voelde die energie zo op die platen, zo. Maar dan zijn dat miljonairs geworden en zo. En dan voelde dat ook. Dat zit er ergens nog wel in, zo, maar dat kunnen niet blijven. Kunnen niet blijven houden natuurlijk. Dus, Oké. Okay. Nee, Raf, ik wil u vriendelijk hard bedanken om mij te ontvangen. Ja, graag gedaan. Hè. En om mij zo lang uit te houden. Wilt u meerdere afleveringen zien van deze vlogcast? Dan nodig ik u van harte uit om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En dat is www.youtube.com/bertdc. B-E-R-T-D-C. Iedere zondag komt daar een nieuwe aflevering met de eigenzinnige kijk van een eigenzinnige, bekende Vlaming. Hopelijk heeft u er iets aan gehad. Zo ja, laat gerust iets weten in de comments. Deel de aflevering op social media. Graag tot een volgende keer en vergeet niet de Facebookpagina te liken voor extra materiaal. Dat is facebook.com/vindikleuk. www.facebook.com/vindikleuk. Een fijne verderzetting van uw dag toegewenst. En weet dat we het allemaal soms wel eens moeilijk hebben. Toedeloe.